Bij het maken van een model is het aan te raden dat je referentiemateriaal gebruikt. In deze tutorial krijg je uitgelegd hoe je dat in je scène plaatst. Je begint met het neerzetten van een plane, die je vindt onder Create, Geometry, Plane. Sleep een plane in je frontvenster. Ga naar Select and Move en weer terug naar Modify om de plane te bewerken en geef hem 1x1 segmenten. Druk op Enter als je de getallen hebt ingetikt. We zien nu dat we alleen maar de randen overhouden. Op deze plane gaan we een afbeelding plaatsen van het model wat jij wilt maken. Om die afbeelding te kunnen plaatsen hebben we de Material Editor nodig. Als je de Material Editor wilt openen, druk je op deze knop hierboven of op de letter M op je toetsenbord. Zorg ervoor dat als je hem opent, dat je onder Modus voor de compacte Material Editor kiest. Als de computer de Slate Material Editor opent, kan je weer teruggaan naar de compacte Material Editor door op Modus te klikken en voor de compacte versie te kiezen. Selecteer een lege bal en zorg ervoor dat je een standaard bal hebt. Dat kan je hier zien. Controleer of daar standaard staat. Als dat niet het geval is, zoals bij mij, dan gaan we hem terugzetten naar een standaard materiaal. Dat doe je door op deze knop te klikken en in de keuzelijst voor standaard te kiezen. Druk op oké. We hebben nu een standaard bal waar we een afbeelding op willen zetten. Een foto of een scan van het model wat jij wil maken. Het openen van een afbeelding doen we bij Diffuse. Diffuse is de basiskleur van jouw object. We gaan er geen kleur aan geven, maar een afbeelding openen. En de sneltoets daarvoor is dit kleine grijze knopje. Klik er één keer op. En zeg dan dat je een bitmap wil openen. Druk op oké. De computer zal een venster openen waarin jij kan bladeren naar jouw materiaal. Selecteer de gewenste afbeelding. In mijn geval kies ik voor de blueprint trein met 3 aanzichten. Zorg ervoor dat deze optie uitstaat, de optie Sequence. Als die aanstaat, denkt de computer dat je meerdere afbeeldingen wil binnenhalen als een animatie. Omdat je er maar één wil openen, moet het vinkje uitstaan. Dat is nu ook het geval, dus je kan gewoon op Openen drukken. En de afbeelding komt op een bal te staan. Ga met het knopje Go to Parent terug naar boven in de Material Editor, zodat je weer bij het begin komt. Je ziet hier nu een emmetje opstaan, wat betekent dat je er een materiaal op hebt gezet. Mocht je het materiaal later nog willen wijzigen, dan druk je weer op de M en dan kan je hier een andere bitmap aanklikken. We hebben nu een goede bitmap, dus dat hoeven we niet te doen. We gaan weer terug naar boven. Op elk materiaal in de Material Editor valt standaard schaduw. Dat willen we nu juist niet, want als er schaduw op onze afbeelding komt die we overtrekken, dan kan het zijn dat we hem niet goed kunnen zien. Om de schaduw eraf te halen, verhoog je deze waarde van 0 naar 100. Ik klik even 2 keer op de bal, zodat jullie het verschil goed kunnen zien. Hij staat nu op 100%. Zet ik hem weer terug op 0, dan zie je dat er een schaduw overheen valt. Dus zorg dat de waarde op 100 staat, druk op Enter en je kan hem goed overtrekken. Dit plaatje willen we op deze plane. Klik op de afbeelding met je linkermuisknop, hou je linkermuisknop ingedrukt en sleep hem er naartoe. Als je de plane al geselecteerd hebt, zou je ook op dit knopje kunnen klikken. Plak het materiaal op de selectie. De plane wordt grijs en we kunnen de afbeelding niet zien. Om hem zichtbaar te maken, klik op het knopje met het schaakbord. Show Shaded Material in Viewport. We zien nu de afbeelding verschijnen in je perspectiefvenster. We zien hem alleen nog niet in ons frontvenster. Dat komt omdat de weergave hier op wireframe staat, op een draadmodel. Als je op wireframe klikt, zet je hem op shaded en kan je de afbeelding zien. Over de afbeelding loopt nog een grid. Dat maakt het onduidelijk. Als je het grid aan of uit wil zetten, druk je op de letter G op je toetsenbord. De afbeelding wordt nu op de plane gezet en hij neemt daarbij ook de afmetingen van de plane aan. Stel dat onze plane niet een liggende weergave had, maar een staande, dan zou onze afbeelding gesqueezed worden. We gaan controleren of de afbeelding niet in elkaar is gedrukt. Zorg dat de plane geselecteerd is en ga naar Modify.
Duik daar in de modifierlijst, ga naar beneden en selecteer de optie UVW Map. Hier kan je zeggen hoe een afbeelding op een object wordt gezet. Onder Alignment zie je de knop Bitmap Fit. Klik erop. Er opent weer een venster. Selecteer hier de afbeelding die je zojuist al hebt geopend. Hij zal nu de afbeelding met dezelfde grootte op de plane projecteren. Druk op Openen. We zien dat de trein in één keer een stuk breder wordt weergegeven. Hij valt ook voor een deel van onze plane af. In het frontvenster willen we de voorkant van de trein in beeld nemen. De voorkant van de trein zien we nu helemaal niet. Om de afbeelding over jouw plane te verschuiven, kan je op het plusje voor UVW-map klikken. Selecteer daar de gizmo. Als deze geselecteerd is, ga je op de rode pijl staan en kan je de afbeelding heen en weer slepen. Ik wil de voor- en de achterkant in beeld. En als ik klaar ben, druk op de blauwe balk om hem uit te zetten. Omdat de plane te breed is en ik ook een deel van de zijkant van de trein krijg te zien, ga ik hem wat kleiner maken. We gaan naar beneden in de lijst en klik op de plane en de breedte van de plane verlagen we een stukje. Ik ga weer terug naar de gizmo en ik zet ze allebei mooi erop. Als dat is gelukt, klik je één keer op de blauwe balk om hem uit te zetten en de afbeelding staat op de plane. We gaan hem straks overtrekken. En net zoals in Photoshop en in Illustrator is het fijn als je een plaatje op slot kan zetten, zodat hij niet per ongeluk verplaatst als je bezig bent. Voordat we hem op slot gaan zetten, sluiten we de Material Editor en gaan we de afbeelding in ons topvenster even een stukje naar achter plaatsen, naar boven. Dit doen we omdat alles wat we creëren standaard op deze plek op de nulas komt te staan. En als we hem niet naar achter schuiven, dan zullen we merken dat elk object dat we creëren door onze afbeelding komt heen te staan. Sleep het dus wat naar boven. En nou gaan we het bevriezen. Als je op de gewone manier bevriest en je klikt met je rechtermuisknop op de afbeelding en je zegt hier Freeze Selection, dan zie je dat het bevroren object grijs wordt weergegeven. Dat willen we niet, we willen het gewoon kunnen zien. Ik rechtsklik nog een keer en ik zeg Unfreeze All en hij ontdooit weer alles. Selecteer de afbeelding en ga naar het tabblad Display, Weergave. Het is fijn om je venster in twee kolommen weer te geven. Hiervoor kan je met je cursor op de rand van de kolom gaan staan en hem breder of smaller slepen. Ga naar het veld Display Properties, de weergave-eigenschappen. Deze vink willen we niet aanzetten. Show Frozen in Gray. Laat hem grijs worden als hij is bevroren. Vink deze optie uit. Ga naar de balk Freeze en zeg Freeze Selected. De afbeelding is nu bevroren. Om ook de zijkant in beeld te brengen in ons leftvenster, gaan we onze afbeelding weer even ontdooien. Rechtsklik en zeg Unfreeze All. Selecteer de plane door erop te klikken. We gaan deze plane draaien en kopiëren, zodat op het kopie de zijkant komt te staan. Klik bovenin op Select and Rotate en zorg ervoor dat de Angle Snap aanstaat. Als je nu gaat draaien, dan doe je dat in stapjes van 5 graden. Zo voorkom je dat je zit te stoeien om hem precies op 90 graden te krijgen in plaats van 90,5. Druk de Shift-toets in, zodat je gelijk een kopie maakt als je nu gaat roteren. En roteer eventueel in je frontvenster, over de horizontale as, een kopie eruit. Controleer of de waardes hierboven op 90 staan. Zorg dat je kopie selecteert en druk op OK. De twee afbeeldingen komen nu door elkaar heen te liggen. Dat wil je niet. We gaan hem verplaatsen en dat doen we met Select en Move. We zetten hem een stukje naar achter en een stukje opzij. We willen dat de twee afbeeldingen als een soort decor tegen elkaar aankomen te liggen. In het topvenster zie je dat mooi. In de laatste kopie willen we de zijkant weergeven van de trein. We hebben hem als het goed is nog geselecteerd.
Ga weer naar Modify en open de optie UVW-map door op het plusje te klikken. Selecteer daar weer de gizmo. Je kan nu de afbeelding iets verschuiven. Als hij niet op de plane past, dan maak je de plane wat groter. Klik op plane en geef hem iets meer breedte bij de wipe. Hij mag nog wel iets groter. Als hij goed staat, klik je één keer op de blauwe balk. Nu schuiven we de plane in zijn geheel op naar de goede positie. Om de afbeelding in je LED-venster te kunnen zien, selecteer je in plaats van wireframe weer de optie Shaded. Druk ook hier op de G om het grid uit te zetten. Selecteer allebei de planes, rechtsklik en zeg Freeze Selection. Je hebt nu referentiemateriaal en je kan nu de trein gaan maken zoals je hem hier ziet.